De dorpsbewoners van Pikinpoika zijn boos. Houthakkers vernielen hun aanplanten en vernielen de bomen waarmee ze hun hutten maken. Kapitein Joan van der Bosch is niet te spreken over deze situatie en uit haar misnoegen over de illegale houtkap in het gebied. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen vanuit het traditioneel gezag. Ik heb geconstateerd dat het een echtpaar is van Santigrong en ik had hun al verboden stopgezet samen met mijn basha, maar toch gaan ze door. Ik heb toen het traditioneel gezag van Santigrong op de hoogte gesteld om hun tot orde te roepen, maar dat heeft niet mogen baten, want ze gaan maar door. Los van dat ze illegaal bomen vellen, maar ze vernietigen ook onze seizoengewassen en bosbijproducten zoals podocyrie en maripa. En ook materiaal wat wij onze hut ermee maken. Dus het is dubbel vernietiging op hoog niveau nu hier in Pikinpoika grondgebied. Van der Bosch zegt verder dat zij aangifte heeft gedaan bij de politie. De zaak is ook aangekaart bij de autoriteiten en andere instanties. De politie is volgens de kapitein al geweest voor oriëntatie op het terrein. De mensen in het gebied zijn ook aangesproken door Basha Maaike Swedo, die op hetzelfde erf woont waar de houtkap plaatsvindt. De bewoners van Pikinpoika mogen geen activiteiten gaan ontplooien zonder medeweten van het traditioneel gezag van Santigrong. Dat staat op papier vastgesteld. Maar toch kreeg ik dit op mijn dak. Het kan niet. Ik heb ook met het traditioneel gezag van Santigrong gesproken. Want wij werken jarenlang in harmonie met elkaar. We hebben respect naar elkaar toe. Maar wat ik nu heb geconstateerd is dat wat het traditioneel gezag aan mij voorgehouden van dat hij gaat praten met het echtpaar. Maar dat heeft niet geholpen, het heeft niet gewerkt, anders zouden ze stoppen en ze gaan maar door. Van der Bosch zegt dat de houthakkers gisteren nog zijn geweest om enkele bomen te vellen. De lokale bewoners zijn volgens de kapitein zodanig verhit dat indien er niet spoedig wordt ingegrepen, zij ze niet meer in toom zal kunnen houden. De districtscommissaris van Wanica heeft de kapitein beloofd spoedig te zullen ingrijpen.